En ik kom er net achter dat ik een 500.000 weergaves heb in totaal. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben lekker fris en fruitig gedoucht. Ik heb een jasje aan van de Albert Kuip. Ik heb een t-shirt aan van de Zara. Een broek heb ik van de Zara en mijn All-Stars heb ik weer een keer aan. Ik heb een jaar niet aangehad. En ik ga zo Shane uit school halen. Want die is om 2:45 uit. En dan ga ik denk ik een ijsje met hem halen. En daarvoor ga ik misschien even met Sas even chillen. Want die gaat lunchen met een vriendin. En die zei van kom even langs. Althans, ik belde haar, ik moet eerlijk zeggen. Van joh, wat ga je doen? Toen zei ze, ik ga lunchen. Zei ze van nou, je kan wel even komen. Dus waarschijnlijk ga ik dat zo doen. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ze zou me bellen. En voor de rest heb ik vanavond ook met Lexi afgesproken, dacht ik. Ik weet ook niet verder met wie. Maar goed, ik ga jullie gewoon gedurende deze dag meenemen. Ik zit in de auto en ik ga nu een drankje doen met Sas. Ik geloof dat ze met Isabel, een vriendin van haar en ook wel een goede vriendin van mij eigenlijk. Dan hou ik Shane. Ik heb 45 minuutjes om daar even een drankje te doen. Ik denk dat ik even een bitterballetje eet, dus ik heb fucking honger. En dan ga ik Shane halen. Ik had net even een broodje gegeten bij Punk 20, super lekker. En ik ben nu met Shane. Yo. En Shane gaat mij verlaten. Dat vind ik niet leuk. Want hij gaat met iemand spelen. En ik zei tegen hem: ik wil met je spelen. Maar hij wou lekker spelen, hij heeft gelijk. Dus ik vind het niet erg. Maar daarna ga hij maar sowieso chillen. Is dat goed? Yes. En ik kan de weg niet vinden. Dus ik ben even nu mijn navigatie aan het regelen. Zo jongens, ik ben lekker thuis en ik zit een beetje op mijn computer te scrollen door mijn YouTube heen. Ik zit dat vaak te doen om een beetje dingen leren en uitvinden. En ik kom er net achter dat ik een 500.000 weergaves heb in totaal. Holy shit jongens. Ik heb daar nooit echt op gelet, maar nu zie ik het en ik schrik daar echt best wel van. 500.000. Dat is echt veel. Daar ben ik ook echt super blij mee. Dus daar wil ik jullie echt allemaal heel erg mee voor bedanken. Ja, meer kan ik eigenlijk ook niet van maken, maar ik vind het echt super fijn en ik waardeer het echt dat jullie, zeker de vaste kijkers, maar ook de niet echte vaste kijkers die gewoon kijken wel eens. Dat vind ik echt, nogmaals, ik zeg het echt heel vaak de laatste tijd, maar een 500.000 had ik echt niet verwacht. Holy shit. Maar goed, ik zat dus een beetje filmpjes te kijken. Ik zat een serie te kijken, Break Free op NPO 1, over dat zijn studenten die zijn gaan reizen in het buitenland en het dus niet hebben overleefd. Best wel heftig, maar wel een hele mooie serie, dus was ik net even aan het kijken. Het is nu 4:45, dus ik ga Shane eigenlijk nu ophalen. En misschien ga ik even een ijsje met hem eten ofzo. Want het, ja, ik zie hem natuurlijk weinig, dus dat ga ik wel even doen. Ja, een ijsje eten, lijkt me wel even gezellig. Dab, nu. Dab. En we hebben een heerlijk, ik heb een milkshake van nieuw. Jij hebt citroen, cookies en... Smurf! Smurf! En we gaan nu naar huis. Later. Ik kom net terug van huis. Ik had bangkok gegeten. Het is een Thai hier in het dorp. En ja, dat was super lekker. Alleen ik heb op een of andere manier altijd buikpijn. Maar ja, het was gewoon lekker. Dus dat neem ik altijd maar voor lief. Dan denk ik echt, oh, die zit in de scheiterij. Nee. Ik ben nu onderweg naar Loetje. Dat heb ik met Lex afgesproken. Ik weet niet of Lex alleen is of met iemand. Geen idee, we gaan het zien. En jullie gaan het ook zien. En ik ben nog steeds super trots dat ik de 500.000 totale views heb bereikt. Echt heel blij mee. En ik hoop dat ik binnen een paar maanden die miljoen heb. Dus het gaat me denk ik ook wel lukken. Want door jullie trouwe kijkgedrag gaat het heel snel als het zo door blijft gaan. Dus ik zeg, op naar Loetje. Nou jongens, zoals jullie zagen, was ik even met Timon, Sanne en Lexi. En ik ben nu weer lekker thuis. Ik ga denk ik snel een vlogje editen, want ja, dat vind ik altijd chill. Ik heb nu toch even, het is nu 10:00, dus ik kan even tot 11:00 editen en dan kan ik daarna even een filmpje kijken en gaan slapen. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Morgen ga ik weer naar Amsterdam. Ik ga filmen voor Robin, het meisje waarvan ik het YouTube kanaal begeleid, zeg maar. En daar heb ik super veel zin in, dat wordt super leuk. En de avond kwam heel misschien mijn zus en de vriend echt bij het eten. Maar dan moet ik even kijken of die kunnen. Of ze nog komen. Ik zou er echt vandaag komen, maar ik was toch maar hier gebleven. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen om 4:00. Doei doei!